Harry Potter, Dr. Voldemort, hoor het klappen van de kaken. Zondag 9 maart en ongeveer een jaar geleden las ik ergens in een krant dat een beginnende Groningse producent euvele plannen had om Tick Tick Boom, het eerste werk van Jonathan Larson, te brengen. En zie daar, een jaar later, Bastiaan, dit is de noordelijke producent, het is hem gelukt. Allereerst gefeliciteerd. Ja, het is fantastisch. Hier ben ik heel veel jaar mee bezig. Ja. En nu gaat het gewoon gebeuren. Ja. 9 maart staat al zo lang op de kalender en nu is het gewoon, het is gewoon zover en het gaat gebeuren. En dat is een fantastisch gevoel. Slechte heksen, gele weg, het mooie gouden beker. Hoe is het je gelukt? Nou ja, je doet het nooit alleen. En dat doe je met een heel team. En zeker dit project. Iedereen heeft daar zijn eigen kwaliteit en inzet toegevoegd. Mm-hmm. Dus daar ben ik heel blij mee dat we dit met het team hebben kunnen realiseren. Ja. Uiteindelijk heeft het gewoon veel doorzettingsvermogen gekost. Af en toe even een bord voor het hoofd en gewoon gaan. Ja. Maar er zijn veel mensen die erachter zijn gaan staan en die het ook een goed plan vonden en een mooi project. En zo hebben we het wel voor elkaar kunnen krijgen. Vlog blijft tikken, dat is zeker. Zing niet lang, zal ik leven. Geen rom, geen glory, geen. Ik zie geen happy ending. Ik hoor het tik, tik, boem. Ik dacht, ik wacht op wat. Ik zag nergens tegenop. Nee. We hebben met twee zulke te gekke collega's en een geweldige band achter ons. Waar moet je dan tegenop zien? Ja. René, ja. Gefeliciteerd met Kom bij je zinnen. Was werkelijk fantastisch. Alleen een beetje sneu dat jouw Suzanne, jouw hoofdrol, dat niet zingt. Is dat een beetje raar omschakelen? Dat je dan ineens je bijrol, je klapstuk laat zingen? Ja, alleen hebben we het eigenlijk zo bedacht dat je een beetje zou kunnen gaan twijfelen of het dan wel Caresse is of Suzanne. Het kan een beetje allebei de kanten op, want het lied gaat een beetje over de gesprekken die Jonathan en Suzanne altijd voeren. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje in het midden gelaten. Je moet iets beter opletten. Sander, jouw personage oorspronkelijk krijgt te maken met AIDS en nu is het een tumor geworden. Weet je hoe dat zit? Nou ja, het zit in zijn hoofd aan de rechterkant. zo zit het. Nee, er is voor gekozen om dat net wat actueler te maken. Meer een hersentumor, omdat AIDS in deze tijd redelijk goed tegen te houden is. AIDS lijkt wel een beetje uit de tijd. Wat zeg je? AIDS lijkt wel een beetje uit de tijd. Nou goed, laten we dat niet hardop zeggen. Maar, je hoeft er niet meer aan dood te gaan. Nee, dat is het. Het moet een fatale ziekte zijn. Dit is mij. Heb ik gehoord, jij speelt nog steeds Tarzan in Duitsland. Ja. Op dit moment ook. Nou, op dit moment niet. Nee, vandaag ben je in lijn. Ja, nee, maar wel tijdens de tour, ja. Tijdens de tour ga ik nog terug. Wanneer is je volgende Tarzan? Mijn volgende is volgende week donderdag. Oeh, lieve helft. Ongelooflijk. Ja, we spelen eerst nog dinsdag. Is volgens mij. Nee, woensdag spelen we nog. Woensdag in Rotterdam. Woensdag spelen we eerst nog in Rotterdam en dan vlieg ik terug. Petje af, maar nu begrijp ik waarom je 7 jaar geleden zei, ik ben een diesel. Oh ja. Ja.
Koen, het allereerste waar ik aan dacht was jouw Sondheim maand bij M-Lab, vreemd genoeg. Hoe kom je zo op Sondheim? Zo ter hoogte van liedje 4. Sondheim heeft echt heel erg geholpen bij de carrière van Jonathan Larson. Die heeft hem echt geholpen om een workshop voor elkaar te krijgen. Was voorzitter van de jury die hem subsidie gaf om zijn voorstelling uit te proberen. Dus Sondheim is heel belangrijk voor Jonathan Larson geweest. Jou kwam het natuurlijk goed uit, want volgens mij heb jij een couponnetje van Sunday in the Park with George bij M-Lab gestolen. Nou, niet gestolen, keurig gevraagd, maar ik vond dat te grappig. Ik moest dat gebruiken. Bastiaan, gefeliciteerd. Nu kunnen we echt zeggen dat het gelukt is. Ja, dankjewel. Ja. Zeker. Ja. En wat gebeurde er tijdens het slotapplaus in je binnenste? Nou ja, moeilijk te beschrijven. Het was echt een geweldige voorstelling. De mensen zijn boven zichzelf uitgestegen. De spelers, maar ook de muzikanten. Iedereen die hier een deel heeft toegevoegd aan de techniek. En ik vond het echt helemaal geweldig. Toch is het voor jou een risico om met een volslagen onbekende beginnende producent te werken. Waarom had je vertrouwen in Bastiaans project? Omdat hij een heel goed verhaal had. Hij had hij is bevlogen. Hij weet heel goed wat hij wil. Hij weet heel goed wat voor repertoire hij wil brengen. Het gaat hem niet. Hij maakt goede keuzes daarin. En dan ook nog heeft hij een doortimmerd financieel plan. Hebben jullie ooit gedacht, Sander, dit gaat niet lukken, dit project? Nee, heb ik eigenlijk geen seconde gedacht. En waar lag dat aan? Aan de doortastendheid van Bastiaan natuurlijk. Ja. Ja, die is zo gedreven en die wist exact dat dit sowieso ging lukken. Ja. Ik word wel vaker geconfronteerd met mensen met allerlei wilde plannen. Maar als niet ook gewoon doorgerekend is dat je eruit kan komen in een kleine tournee, ja, dan ligt dat na één seizoen alweer op zijn gat. En daar schiet niemand iets mee op. Ja. Dus die combinatie bevlogenheid en realiteitszin, dat maakt dat ik dacht, dit gaat wat worden. En kijk eens, het is wat. Vier je triomf en ga ik je volgend jaar gewoon weer zien in deze hoedanigheid van producent? Ja, we gaan zeker door. Nou, daar ga ik me op verheugen. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Bijna 30, bijna 30, bijna 30.